Cosma vanuit de bunker. We hebben weer Asterion tegen Vincro Gaming en we hebben de knife-ronde al gedaan, dus we gaan eigenlijk meteen in de game. We zijn op Dust 2, dit is echt de decided map en het verschil tussen de eerste plek is ook weer 800 euro. Dus ja. 1600 euro voor de eerste plek, 800 euro voor de tweede. De pistolronde is al weer bezig, Dust 2. En de laatste twee mappen zijn echt toch wel gewonnen door Vincro Gaming en ook niet zo'n beetje ook. Nee. Klopt. Ja, Vincro dan net op kobbel 16-6 of 16-8 was het. En, vrij overtuigend. En Sterren pakte wel één map. Sterren heeft wel in eerste instantie train gepakt met 16-14. Maar Mirage en kobbel zeer overtuigend voor Vincro. En dan nu de A-push van Vincro. Hooji pakt daar de eerste kill op Bruce Revo. Dat is dan weer een 5 tegen 4. En dan gaat die bom down hier op de A-site. Fasher speelt dan vanaf Gandalf en wordt dan ook uitgeschakeld door Hooji. En Zitaro pakt even drie snelle kills. Drie Grog headshots in 2 seconden. En dat is een zeer impressive play van Zitaro. Nu ook weer met de scouts. Even kijken of die wat kan raken op de cross. En we zien er drie man heen gaan. Eentje misschien. Nee, die gaat toch niet naar midden. Eén gehit hoor. Sreen is gehit. Die heeft 42 HP. Kijk, deze push van Spinnum is zeer agressief met de CZ. En oh, ja. Gelukkig pakt hij hem toch wel, hè? Toch even uit naar dat SHK er misschien toch ermee weg kwam. Zorg wel van Vincro dat mid niet gehouden wordt. Ja, inderdaad. Dat is wel iets wat zou moeten gebeuren, inderdaad. Maar goed, Spinnum die wordt toch wel vrij alleen gelaten op de A-site. Dat is wel bezorgelijk, zo te zeggen. Ja. Chris hier ook met een Galil, die zal de eerste zijn. En Spinnum gaat echt meteen neerslaan ook door Vin en Saitaro. Lewis Revo, denk niet dat hij er veel aan kan doen. Probeert een 5-7 te connecten, maar Chris heeft er al een gepakt. Luigi volgt ook met een vrijkop Lewis Revo. Vescher, die pakt er bijna 2 hoor. Toch wel knap gedaan. Toch nog eentje gepakt. 2-0. Wel weer een bomplant voor Vincro Gaming. Ja, 2-0 voor Vincro Gaming, indeed. En dan is het nu de volledige eco hier voor Asterion. Alleen pistols, USP's en P2K's. Oh, één P250 zie ik volgens mij bij Fasher. En dan is de B-push is aan. En dan is het een... ja, wat zullen we ervan zeggen? Er is een volledig lege B-site daar voor Vincro. En dan gaan al de CD's gaan nu door die deur heen rennen. En Luigi pakt dan uiteindelijk 3 kills in 1 spraydown. Omdat hij door die smokend rachen is daar op B. En secuurt zo op die manier vrij stabiel de derde ronde hier voor Vincro. En dan wordt dit de eerste buyround. Zien we geen AWP aan de kant van Asterion. En dat komt omdat daar gewoon simpel genoeg geen geld voor was. En dan zal Lewis Revo dus met de M4 spelen. En moet ook het armor opofferen om überhaupt een smoke en een fresh te kunnen kopen. Dus het is geen solide buy hier voor Asterion. En lijkt erop dat Luigi agressief controle gaat nemen van het mid. Heeft daar ook zijn teammate met de bom daarbij. En dan faken ze hier een mid to B. Gooien ze die smoke, gooien ze die flashbangs. En gaan ze uiteindelijk naar A-rang. 2 spelers op A-rang. En alleen Asterion trapt niet in de fake. En Lewis Revo hit dan Luigi wel, maar hit helaas niet de heady. Spinnum doet dat alleen wel. SHK pakt dan de kill op Lewis Revo. En dan is het een 4 tegen 3. En dan heeft Asterion wel toch wel een probleempje. Bernard pakt dan toch wel die heady daar op Chris. Spinnum is gedropt naar 15 AP. Wat eigenlijk ervoor zorgt dat het bijna een 2 tegen 3 te noemen is, deze situatie. En Asterion moet dan nu de keuze gaan maken. Gaan we retaken? Ze hebben geen kit. Dus eigenlijk ook weinig kans in deze ronde. Maar het lijkt dan toch alsof ze ervoor gaan. Spinnum gaat dan proberen zijn team mee te boosten. Maar Zitaro wil daar niks van hebben. En die killt dan gewoon ook allebei. Spinnum en Benaar. En dan is het in één keer een 1 tegen 3. En dan weet Sreen dat hij nog maar één ding kan doen. En dat is deze gun saven. Alleen, dat ziet er ook weer niet heel goed voor hem uit. Pakt dan wel de eerste. Pakt hij ook de tweede. Nee, SHK zal hem dan in de rug schieten. En dan is dat ook de vierde ronde voor Vincro. En dan begint Vincro weer heel sterk vanwege die pistolronde winnen ook. En vanwege die
Ja, toch wel vanwege deze de goede fake die ze opzetten, de mid-to-B smoke. Mm-hmm. Moet je er wel bij zeggen dat Astergon eigenlijk niet in de fake trapte. Ja, ik vond het eigenlijk een hele slechte keuze, want je hebt toch nog drie man over. Ze hadden geen defuse kit en dan toch nog ervoor gaan. Oh. Dat snapte ik niet helemaal, maar SHK die pakt toch wel weer een mooie kill. Vin ook, twee headshots al en... Ja, dat is Astereon. Die worden afgeschreven deze ronde. Tenzij dat wellicht Spinem die close zit, maar hij is volledig geflashed. SRK met de tweede man. Nu is Revo en Fasher. Fasher pakt het nog wel heen. Dat is een leuk consolation bij de Louis Revo met de Deagle. Pakt er gewoon heen. En dan ook nog een AK. Dus ik zou zeggen, ren weg en save what you can. Oké. Okay. Je laat dan toch nog even zijn individuele kwaliteit zien daardoor dat hij Vin even uitschakelt. Luigi reageert daar wel op met een UAP kill. Pak dan vervolgens ook heel slim. Goede communicatie ook weer bij Venko. Die AK daar buiten B ligt. Pak die AK af en zorgt in ieder geval dat ze met twee AK's die ronde pakken. Het scheelt toch weer in de economy. Het scheelt weer een rebuy van een AK. En dan gaat Astereon weer... kopen. Kan weer kopen. En dan zien we Louis Revo ook hier met de AWP. En dat is iets... dat is een wapen waar we hem graag mee zien. Citaro schiet dan één keer door mid daar. Pakt dan geen kill. En Louis Revo heeft daar een goede angle. Spot dan wel een speler volgens mij die... tenminste half door de smoke dat hij daar voorbij sprint. Raakt dan uiteindelijk toch het schot richting top mid niet. Raakt hij dat schot wel? Ja, hij rekt hem. En dat is SHK op 21 HP. Probeert het dan met de nade, maar gooit die erg hoog en SHK krijgt daar geen damage van. Vin probeert zichzelf daar door de middeuren heen te popfreshen, maar wordt op dat moment wel geblokkeerd door de molotov die gegooid wordt door Louis Revo. Dus wat dat betreft goed afgehouden daar door de alp van Astereon. En dan is het nog steeds een 5 tegen 5 situatie. Dan is het, na alle actie early on met Louis Revo, is het nu een zeer rustig moment hier in de ronde. Astereon heeft controle van lang. Spelen ook met twee spelers richting hang. Louis Revo speelt dan hier met de AWP op ramp. En moet ervoor zorgen dat ze de A-site niet zomaar pakken. Of dat hij in ieder geval niet doodgaat. Bom lijkt uiteindelijk dan toch via mid en via underpass naar B te gaan. En het wordt dan toch een mid-to-B. En zijn ze daar klaar voor? Astereon, hebben ze dit op tijd door? Ze gaan uiteindelijk... Ze moeten één van deze twee kanten kiezen waar ze gaan defenden. En Sreen doet het ontzettend goed. Die houdt dan toch die tunnelspoes af. En pakt dan twee kills. En dan wordt uiteindelijk Benaar toch gekild. Wordt ook Sreen gekild. Maar ze hebben wel twee kills gepakt. En hebben wel Venko toch behoorlijk veel pijn gedaan. 3-on-3 retake nu. Bom zal down gaan op B. En Fasher... doet er verstandig aan om nu even rustig te wachten op zijn teammates. Er is nog een flashbang en er is nog een molotov. En dat is ook exact de utility die gebruikt gaat worden. Fasher komt dan naar binnen en pakt ze gewoon alle drie. Single-handedly met de flashes van zijn teammate. Maakt hij er dan een einde aan, Rick? Ja, eindelijk een hero play van Fasher. Dat hebben ze gewoon nodig, Astereon. Ik bedoel, die heeft nu al twee maps achter elkaar verloren. En dat is ook zo hard ook. En de laatste map, de Decider. Ze moeten het winnen. Ik bedoel, eindelijk. Ze hebben nog een kans, zeg maar, om het te winnen. En Venko, die heeft ze gewoon gesteamrolled de laatste twee maps. En het ziet er nu ook gewoon goed uit. Nog steeds 5-1. Dat, ja, we hebben meer van Fasher nodig. Dat is niet het gewoon. More Fasher. Sleen en nu is Revo op de op, maar dat wordt gewoon weer gestraft door Saitaro. Ja, Sleen schiet daar dan gewoon heel ordinair mis. En dan is het een Fasher met een goede aggressive ja. Position. Pakt dan toch weer SHK. En zal hij dan toch in deze laatste map het toch weer gaan doen voor zijn team. 4-4 situatie op dit moment. Twee AWP's aan de kant van de sterren. Spin heeft namelijk de AWP van Sleen opgepakt. En op dit moment is het alleen Louis Revo die daar richting A lang speelt en deze controle hiervan zal moeten houden. Rekt dan uiteindelijk Luigi. Ook de teammaten die een flesje dan, dat werkt ook niet zo heel goed. Maar nee. Louis Revo die dan toch niet kan kapitaliseren op dat moment. Dat is dan toch jammer. Ja, dan gaat er weer een flashbang. Dus Louis Revo weer volledig blind en gaat hij dan toch hier voor een aggressive peak? Ja, dat gaat hij. En dan is het Citaro die het mag bekopen met zijn leven.
En dan mist hij daar toch dat schot daarna weer op de cross. En dan is het Vescher die dan toch de heady vangt van Chris. En dan is het weer een 3-3. Op dit moment Spinnen moet dan eigenlijk die kill pakken op Chris. Maar Chris gaat door met zijn geweldige push. En pakt dan ook weer Spinnen. En dan is het in één keer een 2-3. En dan heeft Lewis Revo een up. En Bernard heeft een AK. Ze hebben maar één flashbang. En dat is die van Bernard. Lewis Revo heeft nog wel een granaat. En als hij die goed praat, kan hij Luigi daarmee neden. Maar ja, dat is toch wel weer een behoorlijke gok. Wegen zich dan allebei hier door ziet hier. Bernard mist dan de schoten weer op Finn. En Finn doet dat niet. En Lewis Revo met een jumping up op Finn. Maakt er een 1 tegen 2 van. Kan dan niet nog een keer de jumping up raken. Chris springt naar beneden en killt Lewis Revo dan. Pakt ook zijn AWP op. Maar ja, jammer. Jammer weer voor Asterion. De retake gaat hier toch niet de kant op van Asterion in de 3-on-3 retake. Ja, Saitaro, ik vind ook dat die man het ook fantastisch doet met de AWP. Ja, hij schiet toch vaak wel de tegenstander met de AWP neer. Wat echt gigantisch helpt. Maar kijk dit dan, Spinem zit gewoon nog in pit. Oh, oh, oh. Hij pakt nog uiteindelijk wel de kill op Saitaro. En beide mannen zijn geflashed. Wat is dit, de piste ronde? Alleen pistols van Asterion pakken 4 kills. Het is alleen nog maar SHK over. En die wordt gepakt door Vescher. Ze hebben ook nog waarschijnlijk een AWP die ze oppakken. Vescher heeft hem net op tijd. Wauw. Wat een ontzettend... Ja, Spinnen. Dat daar een pit gecreëerd niet wordt gecreëerd is gewoon een gigantische fout. En we moeten ook wel zeggen, Lewis Revo wel weer met de opening vrij daar. Hè? Met die 5-7, close range headshot, instantly. Het begint dan toch wel heel goed. En het zorgt er ook wel voor dat... Dat Spin hem dan die actie nog vanuit pit kan doen. En daarna Vescher ook kan aansluiten met de Deagle. Dan is het Lewis Revo die het moet afleggen tegen de scouts van Chris. Chris crouchte achter die smoke, stond instantly op en killde toen Lewis Revo die daar ingezoomd stond. Mooie play daar weer van Chris. En dan is het Sreen die dan daar een antwoord op heeft. En die killt dan Citaro. En dan heb je toch weer zo'n 4-4 situatie. En je ziet dan toch dat... Oh, Sreen. Ja, Chris, zijn scoutwerk is voorbij, want Sreen is daar toch een beetje klaar mee. Vescher op SHK, en dan is het nu ineens een 4-2. En dan lijkt het erop dat Asterion niet de fout gaat maken die Venko net maakte en niet gaat verliezen van pistols. Dan is het Luigi ook met 16 AP, dus dit is een hele zware ronde op dit moment voor Venko. Weinig kans dat ze deze gaan pakken. En is het Sreen die buiten de deuren flasht. Flasht alleen daar eigenlijk niemand nog mee. Maar Bernard pakt hoe dan ook de kill. En dan gaat Sreen toch weer dood met die AWP. Dan zal Bernard die AWP wel oppakken. Maar dan is het toch weer een rebuy voor Sreen. En dat is toch weer op de CT site een onmenselijke situatie. Mm-hmm. Ja, dat is zeker iets wat je niet wil hebben op de CT kant. En zeker, weet je wel, in dat soort rondes. Dan mag je eigenlijk gewoon niet doodgaan. Maar goed. Slay nog wel met de nade vanuit zijn graf. Dat hij dan nog wel die kill pakt. Dat is wel weer een klein cadeautje. Oh. Een tegemoetkoming. Lewis Revo die pakt dan wel weer de eerste kill. En we hebben hier Vin die waarschijnlijk een keer hallo gaat zeggen. Tegen meneer Spinnen. Oh, ja. Vin lijkt toch eigenlijk voor zijn geld te kiezen. En gaat dan toch niet voor die aggressive peak daar op... Alan, er wordt wel gefreshed, maar dat is puur diversion op dit moment. Ik ben benieuwd of Vescher hier iets mee gaat doen, want er wordt wel agressief gespeeld op midden. SHK gaat pieken, maar die is toch net een tikkeltje beter als Vescher op dat moment. En nou weer een 4-4. Lewis Revo blijft rustig. We hebben nog steeds een lurker en dat is nog steeds gevaarlijk. Het gaat van mid naar B. Slayen. Zet druk. Pak 1. Maar dat had meer kunnen zijn. En de bom wordt geplant. 2-on-2. Spin hem samen met Lewis Revo. Gaan naar de B-bomsite. En ze gaan er ook voor. Ze hebben genoeg economie om te doen. Meetje komt eruit. Landt eigenlijk niks. Het landt eigenlijk nergens. Luigi met smoke zorgen dat in ieder geval één angle wordt afgepakt. Maar ze komen van beide kanten. Luigi pakt er één, spin hem down. En Lewis Revo. Ja. Ik weet niet hoe die frag pakte. Waar was Vin dan? Maar uiteindelijk pakt hij hem toch wel.
Nou ja, Vin moet op dat moment. Ja, dat is op zich wel ook een verstandige keuze. Dat hij Hyde. Doordat hij namelijk ook die battle niet aanging. Dacht Ruus Revo dat hij verder weg zat. Misschien in tunnel zat. En had hij hem niet close by verwacht. En dat zorgde er uiteindelijk voor dat Vin die kill nog kon pakken. En dan zien we dan toch de zevende ronde voor Venko. En dan is het Bernard die nu de B-push mag afhouden met een Deagle. En dat pakt dan in ieder geval de eerste kill goed. En Swain gaat dan met twee kills verder in die trant. En dan zit er nog maar één speler van Venko daar op de B-bombsite. En dat is SHK met een UMP. En die heeft dan een UMP en de bom. En moet nu een beetje wachten op Citaro totdat hij aansluit. Citaro is ver weg. Die loopt nog bij B-Hals. Is inmiddels wel dichterbij dan het eerste was. En eerst liep hij nog op T-spawn. Dan is het er nu een 4-om-2. En dan gaat die bom down. Dan wordt de deur weer afgesmoot. En wordt dit een zeer penibele situatie voor Venko. Helemaal omdat er ook een speler komt die vanuit B-apps. Sorry, B-Hals zal pushen. Sterion wacht en pusht nu op dit moment in. En Ruus Revo pakt dan de laatste kill. En dat is de vierde ronde hier van Sterion. Dat is een ontzettend goede hold, ook weer van Swain. Die dan samen met Benaar, die een deagle kill pakte, eigenlijk al meteen drie spelers uitschakelt die richting B pushen. En dan eigenlijk Sterion heel goed opzet voor een roundwin. Ook weer twee ops en Vesher geeft de AWP aan Swain. Dus daar hebben we dat alweer weer gezien. Even kijken hoor, wat gaat Swain ermee doen. Het ziet er toch naar uit dat Venko weer, wederom pistols. Eigenlijk weer zo'n buy waar je niet zo heel veel aan hebt. Tenzij dat je toch een kant goed kan forceren. En oh, Luis Revo, je moet echt heel voorzichtig zijn hier. De flash komt wel in. Bernard pakt er een, maar gaat snel down aan Louis G. En het is volledig. Luis Revo heeft natuurlijk nog wel een klein gaatje om te kijken. Nog even oppassen, want zijn Taro is toch heel verdacht dichtbij. En die kan toch nog wat schade aanrichten. Hij wacht het goed af. Dit is echt een goede play van Citaro. Pakt er uiteindelijk één. Flasher gaat uiteindelijk down. En SHK, wat een ronde. Ja, ik weet toch niet zo goed wat er gebeurt af en toe op die halve pistol rondes. En Citaro die dan weer met... die dan ook zo rustig blijft. Ja, ja, dat is... Hij ziet ook dat Flasher dan niet degene is die de opper was. Dus dan wacht hij er ook gewoon op. Dat is echt zo goed. Dat zijn van die kleine details waar niet iedereen dat Over details gesproken. Hij, Luis Revo probeert daar te crossen en wordt daarvoor bestraft door Citaro. Een wallbang headshot met de AWP. Dus dat is weer een goede frag daar van Citaro. Aan de andere kant, Sterron is op de pistol buy. Dus, of op de pistolronde eigenlijk geen guns. SHK en Vin nu ook met kills. En dan is het in één keer nog... nog maar een 2 tegen 5 voor Asterion. En die hebben alleen maar pistols en geen armor. Dus CZ en een Pieter 50. Twee alps bij Venko. De broeders Brouwer zijn allebei op de Big Green Gun. En Luigi en Swain hebben zoiets van ja, en nu? We moeten dan deze ronde nog uitspelen. Maar ze weten eigenlijk al dat dit voorbij is. En dan... lijkt de push toch richting B te gaan met die bom. Allemaal via B-Halls. En dan is het Swain die dit toch wel door heeft. En dan die crosses gaat kijken met die Deagle. En raakt hij dan een Deagle Heady? Nee, Chris wordt één keer getagd, maar niet geheadied. En dan is het Swain die een molotov recht tegen zijn gezicht aan krijgt. En SHK die dan uiteindelijk spinnen met midkilt. En nu bevindt Swain zich in een hele zure positie. Helemaal omdat hij gespot is. En dan is het klaar. SHK pakt dan ook de kill daar op Swain. En dan is het 9-4. En dan is het tot nu toe weer een hele sterke T-side hier van Venko. Dus dat ziet er weer ernstig goed uit. En dit is natuurlijk de laatste map. En dit is de map waar het allemaal om gaat. En hier het eerste half is het heel belangrijk dat Asterion sowieso dichtbij blijft. Het is een vrij balanced map, dus 2. Dus er kan nog van alles gebeuren. En dit is de laatste map. De winnaar hiervan gaat naar huis met 1600 euro. En dat is natuurlijk een leuke prijs om mee te nemen voor een weekendje gamen. Maar de prijs is voor beide teams nog ver weg, aangezien er nog van alles kan gebeuren. Vin wordt aan de flashbang om zichzelf uit die benarde positie te halen en doet dat succesvol. En dan op dit moment bom helemaal richting top mid. Spelen wel twee spelers richting lower tunnels.
Maar nog nergens aangekomen. Het lijkt erop dat er nu een eerste short gecreëerd gaat worden. En dat vanwege de langzame speler daar richting Arang, er misschien toch controle gepakt gaat proberen te worden van short. Dat is wat er ook gebeurt als Citaro daar met zijn AWP loopt. Gaat kijken of hij daar iemand kan vinden. Spin hem, speelt vanuit Goose. En ja, hoeft niet te pieken. Hoeft voorlopig absoluut nog niet te pieken. Mag ook zelfs niet pieken. En het lijkt inderdaad dat dit een A-split gaat worden. Er kon nog een speler van Arong gelukt. Goose Reva pakt dan de eerste kill erop Finn. Dus dat is alweer meteen een negatieve situatie hier voor Sterion. Sorry, voor Venko. En dan is het Goose Reva en Spin hem die allebei weer kills pakken. Luigi vanaf Arong. Wel met twee kills, maar het is dan eigenlijk toch een 3 tegen 1. Dan is het Citaro die zich in die benarde situatie bevindt. Dan is het Luis Revo die daar op de headshot landt. Kan Luis Revo ergens een AWP oppakken? Nee, dat kan hij niet. En dan is dat toch de vijfde ronde hier voor Asterion. En is dat een gefaalde A-push vanuit short voor Venko. Dat is jammer. Nou goed, Venko zit al op een hele goede score. 9-5, dat is zeker niet slecht op de T-side. En als Asterion nou nog één ronde kan pakken, dan is het nog zeker te overzien. Zeker als we de pistolronde kunnen winnen op de T-side. En Citaro heeft een keer geen pick kunnen winnen op de cross. Even kijken. Spin hem. Op een beetje een orthodoxe spot. Zo lekker rond het hoekje. Kan goed werken. Want we hebben vaker gezien dat Venko niet altijd alle spots goed checkt. Ze spelen wel heel rustig. Dat is één ding dat zeker is. Heel gedisciplineerd. Maar nu gaan ze weer hetzelfde proberen. Ziet er naar uit. En ik weet het niet of dit wel een goede beslissing gaat zijn om zoveel presence te hebben op A-lang. En eindelijk komt Luis Reo toch wel in support. Volgens mij verwachten ze toch wel 50 seconden. En de mollies komen eruit. Het kan nog steeds een fake zijn, ze kunnen het nog steeds afblazen. Maar het zit zo goed in elkaar. Nu is Revo toch de counterflash gaan doen en het heeft echt veel effect. Het houdt ze toch nog even tegen, 30 seconden over. Ze moeten er nu voor gaan, Luis Revo die spot er toch heen. SHK, die komt toch nog op. Toch nog boven hem. En Chris en pakt er nog een. Fashion down. En dat zijn Sleen en Bernard. Ja, en dat is toch dan toch weer die afweging die je maakt. Twee mensen op A-lang, dat kost ze gewoon. 2-4 nu. Dat zie ik gewoon niet gebeuren. Sleen pakt er wel een. Chris down. Oh, Bernard ook wel. 2-2. Alleen Saitaro op de cross. Oké! Okay. Shot! Oh my god! Sleen! Sleen clutcht hier. Eigenhandig. Oké, okay, met de hulp van Bernard 1 kill. Maar Sleen clutcht hier deze 2v4 met 3 kills. En die kill, dat Citaro daar gekild wordt op de cross, dat slaat nergens op. Dat mag nooit, maar dat ook nooit gebeuren. Citaro mist daar een cruciaal shot. Sleen straft hem instant 3 af. Killt dan vervolgens ook nog maar de man inside. En wint zo de ronde voor Asterion. En misschien is dit wel even de morale boost die Asterion nu nodig heeft. Ze moeten die tweede half nu, deze T-side, moeten ze gewoon gaan vlammen. En op het moment dat Sleen zo'n play doet, denk ik dat het team zich goed beter gaat voelen. We hebben een matchpause gaande nu. Dus misschien is het wel gewoon heel slim om momentum te killen. Nee, want Venko vraagt wat er aan de hand is. Ja, echt serieus. Zo'n situatie. Ik weet niet, dat had je gewoon echt niet moeten verliezen. Ja. Ah, Saitaro, dat Sleen hem zo pakt, dat is dan dat is gewoon echt sick play van Sleen. Maar ook zoiets van, ja, Saitaro, waarom had je dat schot gewoon niet gepakt? Die raakt zoveel schoten en dan deze net niet wanneer het nodig is. Met 9-6, dat is dan nog gewoon zeker te doen voor Asterion. Je bent met 3 rondjes achter die je zo weer kan terugpakken als je de pistolronde wint. Precies. Na wat SMG's koopt en hoppa. Het is een zeer, zeer goede play van Sleen. Toont er ook even een stukje ervaring. En dat zie je toch altijd naar boven komen in dit soort clutches. En doet daar gewoon een hele stabiele clutch. En speelt dat gewoon heel mooi uit samen met Benaar. En dan nu in de pauze. Er heeft iemand een beetje een suikertekort. Ik weet niet of dat weer trollenrol was. Maar in ieder geval is de match even gepast.
9-6. Zoals we al eerder zeiden, dus 2. Gewoon een vrij balanced map. En, dus er kan echt nog van alles gebeuren. Als Asteron inderdaad deze pistolronde oppakt, dan wordt dit een ontzettend spannende match. Mm-hmm. Nou, we kunnen eigenlijk weer net zo zien met Cobblestone dat Venko op het begin van de match, van de map, toch veel rondes achter elkaar pakt. Weer 5 rondes achter elkaar op Cobblestone water, ietsjes meer, maar. Ja. Maar het kan nog steeds. Venko Gaming, ja, ik weet niet, die zien er heel sterk uit. Ja, dus, ja, aan de andere kant heb je af en toe ook rondes van Asterion, dat ze er ontzettend sterk uitkomen. En op dit moment heb je voor Venko eigenlijk ook weinig echte hard carriers, hard topfraggers. Ja, maar dat is een beetje het verschil. Bij Asterion heb je dan toch vaak het individuele talent dat de ronde secured, dat weer slain eigenlijk. Ja. En ook wel eens Fasher die goede zaken doet, zeker op deze map ook. Nou ja, we hebben eigenlijk iedereen wel... Iedereen heeft zijn momenten. Iedereen heeft zijn momenten gehad. We hebben Spinem geweldige dingen zien doen op Kobbel met een geweldige B-hold. We hebben Louis Revo helemaal los zien gaan met Deagles. Enige die nog een beetje quiet is geweest is Benaar. We hebben nog niet heel veel flashy plays van gehad, maar aan de andere kant... hoeft dat ook niet. Niet elke speler hoeft altijd de freshie plays te doen. Je hebt ook de spelers nodig die de utility setups doen, die mensen infreshen. Dus ja, niet iedereen kan shinen, niet iedereen kan scream zijn, zeg maar. Ja, niet iedereen kan de held zijn natuurlijk. Nee, maar dat is zo. Dus ja, het is... ik vind het, wat ik wel mooi vind is dat Serena over het algemeen de wat rustigere speler is, de stabielere speler, de in-game leader. En dat hij dan toch in zo'n 2v4 dan het voortouw neemt en dan gewoon 3 kills pakt op een hele ja, sterke wijze eigenlijk. En dat is dan zie je toch wel dat het ook in zo'n speler dat het gewoon erin zit. Ook van René gehoord dat het een... dat Serena ook al een speler sinds 1.6 is. Veel ervaring ook met het spel, dus dat is het werkt dan zeker in zijn voordeel, helemaal zo'n kut situatie. Maar dat is dan ook wel weer een mooie combinatie, want Fasher was dan toch weer een wat nieuwere speler, maar zeker een rising talent. En dan heb je zo'n combinatie, een beetje zo'n old fart, zeg maar, zoals Slay, maar wel heel ervaren en goed. Die je dan combineert. Slay is geen old fart, René is een old fart. Ja, oké, René. René is een old fart. Ja, René kunnen we zeker old fart doen. Maar goed, het is wat dat betreft... Nee, maar je hebt, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. We wachten nog steeds. Ja, René is aan het terugpraten, maar ik ben blij dat ik een headset op heb, dat ik niet kan horen wat hij zegt. Maar, ik denk... Een beetje te grinniken. We moeten gewoon nog even wachten. We weten ook niet precies wat er aan de hand is. Oh, nou, er is dus inderdaad, hij heeft suikertekort. Het is denk ik geen beet. Dat lijkt me inmiddels vrij duidelijk. Ja, dat kan een suikertekort dan? Kan een serieus... Oké, ja, misschien moeten we even naar de game switchen snel om te laten lezen wat Swain daar zegt. Dat is, Swain zegt dat hij zo'n suikertekort heeft dat hij iedereen dubbel ziet, dus dat hij niet weet wie die een heading moet geven. Spinner zegt, die in het midden. Jullie zagen ook nog heel kort even René in beeld, of ik hoop eigenlijk dat jullie dat niet zagen. Dan zijn jullie allemaal weer scarred for life. Toch René? René, kom eens even op de cam. Wil even voor de cam staan. Kom maar even. Kom maar even. Kom maar. Ik ga weer terug naar de cam. Je mag wel even... 7 plus 7 is 94. Je mag wel even van stal. My boys. Buddies. Oh, wacht. Dit is René. René, oh. Komt, René komt van de sociale werkplaats. Jongens. Kijk, Raaf. Waar kijken we nou, man? Wat is het nou? We kijken naar een pass, René. Ja. En die heeft ze een cola halen. Cola halen, ja, want er is een suikertekort. Gaat ons eens regelen. Heb je niet wat dextro's over die mensen? Ja, heb jij niet wat dextro? Jij bent wel zo'n iemand met een tasje met allemaal illegale middelen. Ja, of wat is dat wat anders? Nee, ik drink het water, man. Ja, Maar jij hebt natuurlijk een sport, dus dan heb je wel dextro bij. Jongens. Ja, maar dan moet ik nog wat halen. Nou ja, als je het toch aanbiedt, weet je wat, doe even wat water. Jij ook? Nee, ik... Oké, doei! Hé! Hey. Jij dat kunnen ontvangen? Scheids! Goed. Dat was René. Nou, dat is hij wel. Goed zo. Goed.
We zijn nog steeds past. En nou, we gaan weer ready. We zijn weer we gaan weer verder. We zijn er weer klaar voor. We gaan weer spelen. We gaan weer mensen schieten. Die luistert de chat altijd. Tenminste, ik hoop dat we weer gaan spelen. Toch, jongens? Ja. Toch? dat is wel de bedoeling. Ja. Hey, we zijn in een past en we gaan weer verder met de Grand Final in de CSGO-competitie hier op de Reality. Wij zijn van GamersHub, wij leggen hier verslag van. En dan zullen wij beginnen aan de laatste half van deze LAN, van dit toernooi hier. En dan Venko nu op CT. Staan 9-6 voor, kan Asterion het terugbrengen. Nog een kans te maken in deze final. Ja, de pistolronde, dat begint wel erg langzaam. Dat hebben we nog niet vaak gezien. En ik zal me even de vraag, wie gaat eerst pieken? Ik denk niet dat Venko Gaming ook maar één reden heeft om zichzelf te laten zien. Ik vind... Die kijkt er af en toe, maar ik zie de flash eruit komen. Het ziet ernaar uit dat Asterion toch voor een setup gaan en langzaam beginnen met hun belegering op A. Ja, op dit moment inderdaad wat je zei, een hele rustige ronde. Drie spelers richting A, eentje op CT en dan zijn er eigenlijk nog twee die allebei georiënteerd zijn richting de longkant van Alang. Asterion gaat dan met drie man Alang pushen. Dan moet Luigi hier eigenlijk headshots gaan raken. En doet dat volgens nog niet. SHK doet dat daarentegen wel. Die pakt er nu al twee. Luigi pakt dan de laatste. En dat is de bom down op Alang. En dat is volledige controle ook over die bom. En dan zijn het Benaar en Fesher die op de A-set spelen. Fesher pakt dan een heady op Citaro. Maar Chris maakt dan weer korte metten met Fesher. En dan is het Benaar in een 1 tegen 4. En Chris raakt dan maar gewoon nog een headshot. En dit is... dan de pistol round hier voor Venko. En dat is een slechte situatie hier voor Asterion. Ja, het is, ze begonnen ook gewoon zo langzaam. Ik heb altijd het idee van, met de Glocks gaan dan gewoon met z'n allen naar A lang bijvoorbeeld. Je hebt een smoke nodig, je smokt CT af en je bent er eigenlijk zo. Ja. Het enigste gevaar is wat je kan hebben is dat mensen jou gewoon headshot schieten met een USP. Nou, dat kan je best wel veroorleven als je gewoon met vijf man gaat. Een paar flashbangs erin, maar toch, ze gaan de bom planten. En Venko heeft A-short helemaal niet gecoverd. Maar het wordt wel netjes opgeruimd, dus Saitaro, Fesher gaat ook maar gewoon dood. Want die denkt, hier heb ik geen zin in. bom is geplant, dus mijn job is gedaan. Wordt het 11-7? Wordt het 11-7 indeed. En dan... Asterion, wel een bom plant deze keer. Dus een zeer gunstige buy hier voor Asterion. En dan moeten we eens even gaan kijken wat ze ermee gaan doen. Geen AWP voor Louis Revo, heeft daar geen geld voor. Ook niet voor de Glass Cannon. En Citaro daarentegen heeft dat wel. En ziet hij de outrank? Nee, net niet. Die speler staat echt perfect opgesteld. En dan pusht hij en dan houdt hij underpass. En dit is een geweldige... play hier even van Citaro. Kilt dan Fesher die daar niets vermoedend in underpass aankomt lopen. En Citaro pakt dan dus de eerste kill hier voor Venko. En dan is het Roos Revo ook die weer op 28 HP zich bevindt. En dan eigenlijk het Asterion ook heel moeilijk maakt op deze manier om deze ronde nog te gaan pakken. Maar bom is nog richting de top of middle. Er wordt eigenlijk op dit moment nog niet hard gepusht. Nu richting de middeuren gepusht. Het lijkt erop dat er een of een short push of een mid to B aan gaat zitten komen. Aangezien er geen enkele speler Alang is, wordt zo'n short push wel lastig. Short controller wordt gepakt. Citaro staat daar te wachten met zijn AWP. En ziet dan die smoke. En die smokes moet ik zeggen komen. En wordt dan ook flink gefresh. Maar is nu al niet meer fresh. Oh. En raakt dan een geweldige flik daar op Bernard. Die al in CT gedropt was. Raakt het volgende shot alleen niet en heeft nu nog 15 AP. Mist het shot daarna ook weer, maar SHK mist het shot niet. Dat is Louis Revo down and out. En dan Strain pakt dan toch nog Finn. En Chris die pakt Strain. En dan is het Spinem in een 1 tegen 4. En dan, oh, Luigi raakt dan toch de headshot daar op Spinem. Terwijl hij zelf inmiddels nog maar 18 HP had.
is het 12-6 voor Venco Gaming. En dan ziet dit er echt heel goed uit voor Venco Gaming. Het ziet er naar uit dat Venco dit gaat pakken. En Asterion moet nu wel echt weer tot leven komen en weer wakker worden. Willen ze terugkomen in deze match? Ja, dat is Saitaro weer met de eerste kill van de ronde en ook weer heel snel. En dat staat Asterion al in de eerste paar seconden. Dat zal weer 4 tegen 5 moeten spelen. Desondanks dat ze pistols hebben, is het nog steeds best frustrerend. Zeker als Saitaro weer een schot raakt. En de derde kan niet voor de ace gaan. Er zijn er nog twee over, Slain en Fasher. En ze splitten van elkaar, maar Saitaro, die staat er klaar voor. Oh, die mist dat schot wel, maar die wil hem. En Sakari pakt toch wel Fasher en Vin. Pakt toch Slain met goede support. Die zorgt dat Saitaro toch wel in leven blijft. Het is 13-6, het is do or die voor Asterion op dit moment. Willen ze in deze map blijven, willen ze nog kans maken om dit toernooi te winnen, moeten ze nu een ronde gaan pakken. Anders moeten ze of weer een Tech 9 Force of weer een Eco gaan doen. En dan wordt het gewoon een ontzettend zware taak voor Asterion om deze LAN, deze map, nog tot een succesvol einde te brengen. En dan is het op dit moment de push richting B. En dan is de push, die gaat ook flink door. En dan zijn de counterfreshers erg goed van Venco. Chris pakt één kill, Vin pakt één kill, Vin pakt ook nog een tweede kill. En dan is het in één keer weer een 2 tegen 4. En dan is deze B push gewoon eigenlijk heel slecht gegaan voor Asterion. Dan bevindt Slain, bevindt zich nog wel in de B-bomb site, maar krijgt het voor elkaar om dan toch daaruit te raken. En Luis Revo is dan nog rond top of middel. Er zijn inmiddels al twee spelers richting B, maar er is er één nog op CT. Dus die heeft nog alle snelheid en alle mogelijkheid om te rotaten naar A wanneer dat nodig is. Nog 1 minuut en 5 seconden op de klok en het is Asterion die een man minder hebben. En moeten vechten voor hun leven. Letterlijk en zowel in dit toernooi. Ja, toch wel zoiets van dat die rotation nog wel had kunnen gebeuren. Maar ze gaan er toch voor Slain en Luis Revo. Eindelijk heeft Slain toch nog wel iets van support. Luis Revo hoeft ook maar één schot te raken. En dan zijn er weer allerlei mogelijkheden. Al is er wel een hele sterke backup. Dichtbij, Saitaro. Luis Revo voorzichtig aan het pieken. Laat toch Slain even voorgaan om alle angles te dekken. Luis Revo. Wat gaat hij ervan maken? Het ziet er nou uit dat de CT's toch gewoon even nalatig zijn. Want ze houden de flashbangs achter Slain. En beide Luis Revo worden geflashed. Slain heeft toch nog een kill gepakt. Maar Luis Revo heeft ook nog een kill gepakt op Luigi. Luigi dip. Hij heeft wel de... Ja! Shit, een noscope! Hoe dan? Hoe kan je dit doen op zo'n belangrijk moment? Hij loopt door de smoke. Een 1 tegen 2 situatie. Hij ziet de smoke. En hij sprint er dwars doorheen. En close dan de ronde met een noscope. Hoe dan? Wauw. Luis Revo, wat een ronde. Houdt Asterion nog in de finale? En op wat voor manier? Wauw. Ik ben even helemaal sprakeloos. In de categorie, dat moet je durven. Goed. Dan is het 13-7. Dan Fasher pakt dan met die gorill de kill op Saitaro. En dan is het deze keer een voordeelsituatie hier voor Asterion. Die gewoon 13-7... moeten, ja, ze moeten het toch gaan overbruggen. Ze moeten toch die gap gaan closen. En dat moet nu of het is nooit. En dan lijkt die bom toch weer richting B te gaan. Die is daar helemaal aan de upper tunnels. Twee spelers hier in mid. Zal dit dan een mid to be worden van Asterion? Daar wordt SHK wordt dan getraded door Bernard. En dan Vin killt dan uiteindelijk weer Bernard. En Slain killt dan weer Vin. Het zijn back and forth kills. Met goede refrex van de T's. En dan spin hem hier met een kill op Chris. En dan is het in één keer een 1 tegen 3. En dan bevindt Luigi zich in CT. En dan zijn er 3 T's op B. Bom wordt geplant. En dan is dit toch weer een goede en sterke ronde hier voor Asterion. Die toch weer hun kracht laten zien dat ze het spelletje toch echt wel doorhebben. En het spelletje toch ook echt wel kunnen. En we hebben dit eerder gezien. Deze comeback sprees van Asterion. Zowel van Asterion als van Venco. En we weten dat ze
zeer tot zeer gevaarlijk zijn in dit soort situaties. Ik denk dat Luigi nu ook gewoon een wijze keuze maakt om terug te gaan. Hij heeft nog best wel utility over, hij heeft een defuse kit, volledige armor. Dus ja, het is best wel een investment value en hij heeft nog een AWP gepakt. Dus ja, die ronde mag Asteren ook best wel hebben. 13-8 worden dan en ja, stiekem pakt ze dan toch wel weer twee op een rij. Ja. En deze keer dan. CT's, kijk, toch zwemmen toch dan niet in het geld, hè. Zie je dan toch weer in UMP daar de SHK en een FAMAS op Vin en Luigi. En dan eigenlijk alleen een M4 op Chris en een Alp op Citaro. Het is toch weer niet de beste bij. Aan de andere kant hebben ze wel utility, ze hebben de Molotovs, ze hebben de Flashbangs. Door Luigi's save. Ja. Bedoel, anders hadden ze ook geen AWP en anders hadden ze die kill ook niet kunnen pakken door Citaro. Nou, dat is dan weer een beetje jammer, maar Slayen pakt dan wel de kill. Maar Saitaro de tweede, SHK volgt ook met Slayen. En Spinnen en Bernard zijn dan de laatste. En dat is dan weer zeker te danken aan de save van Luigi. Desondanks dat hij al oud de ronde is. Ja, en dan nu een 2 tegen 4 situatie. En dan is het Bernard die dan helemaal op A is. En dan eigenlijk in zijn eentje op avontuur gaat. Saitaro en een speler op B sprint. Oh! Rand de schoten op Citaro niet. En Citaro kilt hem dan met die AWP. En dan is het een 1 tegen 4 voor Spinem. En die bevindt zich nu in een hele nare situatie. Want nou, die gaat niet 7. Want die wil toch zijn team. Ja, proberen om een Lewis Revootje te doen, zeg maar. Maar kan hij dat ook? En dan is het Citaro die weer een cruciaal schot eigenlijk mist. En die dat mag Vin dan weer met zijn leven bekopen. En Citaro aimt dan richting de deur. Spinem heeft door dat Citaro daar aan het alpen is. En moet nu eigenlijk zijn weg in B gaan maken. Gaat hij beseffen dat hij nog steeds een speler op Big Box is? Nee, dat beseft hij niet. En Chris pakt dan eigenlijk een hele gemakkelijke kill. En dan is het 14-8. En dan is Venko zo ontzettend dichtbij de toernooiwinst op dit moment. Kwamen uit de lower bracket notabene. Begonnen met een 1 map achterstand. En ze lijken het nu toch gewoon hier op Dust 2 te gaan doen. Ja, dat is zeer indrukwekkend om het maar zo te zeggen. Ik bedoel, Venko Gaming. Het is wel een 14-16 verlies. Dus de games. De eerste map was echt heel close. Maar daarna. Ja, ik denk over Mirage en Kobbel, maar niet hoeven te spreken. Dus 2. Is net even wat anders. Daar is Asterion toch nog wel een gevaar. Maar in deze ronde is Asterion, die moet hier all out gaan. En wat gaat Saitaro hier doen in dit soort positie? Hij wordt geflashed. Molly gaat uit. Dat is wel mooi. Dat houdt Asterion toch wel even weg. En het ziet eruit dat Venko toch voor die retake gaat. Ja, en ik denk dat de retake een heel verstandige keuze op dit moment is. Omdat ze de superiore wapens hebben. Ze hebben de superiore utility. Ze hebben nog 3 Molotovs of incendiary grenades. Zoals ze op de CT-site heten. En dan zie je dat Finn. Die jumpt even op deze boxers. Wil dan toch even wat spots checken. Louis Reven pakt dan toch een scoutkill. Spinnen met een AK-shot op Finn. En dan is het in één keer een voordeelsituatie hier voor Asterion. Maar SHK maakt er weer een einde aan. Door Bernard te killen. Fasher met de Galil pakt er weer 2 kills. En is het een 1 tegen 2 situatie. En dan bevindt Chris zich daar met een defuse kit. Geen head armor. Tegen Slain en Spinnen. Die allebei geen utility meer hebben. En dan is het alleen nog maar Slain als Spinnen. Die vangt een heady. Maar er is geen tijd meer voor Chris. Want Slain gaat dit natuurlijk gewoon simpel uitspelen. En schiet dan in het hoofd van Chris. En pakt dan de 9e ronde hier voor Asterion. Dus Asterion blijft er toch alsnog wel gewoon in daar. Met een goede A-push vanuit short. Ja, dat was gewoon heel goed uitgevoerd. Ik bedoel, Saitaro die kon vrij weinig doen doordat hij geflashed was. Had nog wel een molly gegooid, maar het was gewoon niet genoeg. Die bom was perfect gepland. Ze zaten allemaal op short. Dat is het ook weer zo'n beslissing die ze maken. Want ze hadden ook gewoon net zo goed een paar mensen in CT hadden kunnen laten zitten. Wat ook weer een risico is. Maar ja, dat zijn weer allemaal afwegingen die je maakt. En we zien hier wel wat shenanigans. Vin, die toch wel bijna Bernard pakt. Maar hij heeft nu wel 1 HP, dus. Ja, 1 HP voor Vin inderdaad. Bernard met 22. Niet helemaal een equal trade dus. En Chris gaat dan toch eens peeken en gaat dan toch eens kijken of hij Bernard kan killen. Bernard op dit moment doet gewoon nog wel vervelend veel damage.
En Bernard doet heel vervelend veel damage, want Chris gaat dood en Fasher pakt dan Finn. Dan is de B-bombsite is dan voor Asterion. Het is natuurlijk wel een eco-ronde van Venko, dus dat is ook wel redelijk verwacht. En Spinnen pakt dan de Heady op Ruigi, die dan met een 5-7 naar binnen sprint. En Shrein pakt dan SRK. En dan is het op dit moment alleen nog maar Citaro. Pakt dan wel een Heady op Bernard. Bernard was al low, maar dan is het alsnog wel gewoon een goede ronde voor Asterion. Pakken dan de 10e ronde met een rustige B-push eigenlijk, een controle-push. En daar loopt Venko dan gewoon in, omdat ze moeten pushen vanwege het gebrek aan wapens. Ja, ik denk dat Venko nu echt heel erg moet gaan oppassen, want... Ja, Deagles, dat kan wat zijn, maar als het 14-11 wordt, dan hebben we nog een kunderonde. En dan misschien, als dat weer een win wordt voor Asterion, dan zouden ze toch misschien wel een time-out moeten callen. Ja. Om te kijken wat er nou echt misgaat. Nu zien wij over het algemeen in de Benelux zien dat time-outs niet echt een heel veel voorkomend ding zijn. De Citaro pakt daar wel even een Deagle headshot op Bernard, nadat hij 5 keer heeft geschoten. En... Maakt daar dus op deze manier een 4 tegen 4 van, als aangezien hij zelf dan getraind wordt. Op dit moment is het dan Vin die daar met de Deagle achter de smoke staat te wachten totdat de Asterion spelers voorbij komen pushen. En dan landt hij toch weer een shot op Shrein. Shrein op dit moment op heel weinig HP, 16 HP om precies te zijn. Hij vindt zich dan toch wel in een penibele situatie. Spin hem, die flashbang richting Short, wil gewoon de push daarvan in ieder geval voorlopig even delayen. Fresh dan zichzelf een beetje ook in het proces. SHK komt dan vanuit Gandalf en dit kan wel eens helemaal misgaan als dit zo doorgaat voor Asterion. En dat lijkt het ook te gaan als Shrein met 16 HP en Louis Revo bevindt zich ook op bron. Ja, dit gaat mis. En dan heb je Shrein alleen nog over en die moet het ook afweten. En dan is dat de 15e ronde voor Venko. Ja, dat is dan niet de manier hoe je een ronde wil verliezen. Zeker niet in de finale. Oei. 15-10 nu. En dit is... Nu hebben Venko 5 match points. 5 map points. 5 tournament points. 5 landwin points. Het enige wat er nu gewoon op zit voor Asterion is voor de overtime te spelen. Maar ja, dat is ook weer een lastige taak. Louis Revo met de Glass Cannon. Je gaat het niet landen. En er wordt Saitaro is gewoon superieur, ja. Ja, Saitaro die wint toch wel keer op keer die scope battles, hè? Ja, dat heeft hij al een aantal keren inderdaad laten zien. Dat hij deze map in ieder geval de scope battles makkelijk wint. En ondertussen... Is Aran Control wel gepakt door Asterion? En dat heeft Fasher wel moeten bekopen met een hele hoop health points, maar hij is nog wel in leven. Betekent dit op dit moment een 4 tegen 3 situatie? Dat betekent ook dat Venko wel eventjes een nieuw plan moet verzinnen voor deze ronde. Want het is geen wenselijke situatie. Vin spot dan een speler richting top mid en doet dan het slimme. Gaat dan. Oh, Chris ziet dan Shrein daar op T-spawn. En die white peekt even en die klikt hem in zijn hoofd. Prachtige piek daar van Chris. Finn, piek dan weer met de knife. Ook weer slim. Gewoon zorgen dat je goed mobiel bent. Dat je snel kan shoulder pieken en spot daarmee een speler op short. Daarna heeft inmiddels de alp opgepakt. Die denk ik een gedropt is de USR. Dan heb je spin hem daar en die whiff dan eigenlijk gewoon de kill op Finn. Op Finn. En dan is het een 2 tegen 3. En dan is het Fasher. En dan is het Bernard. En dan kan dit wel eens het einde zijn van een Asterion. En dan kan dit wel eens de winst zijn voor Venko. En de 35 seconden op de klok. Chris pakt dan Bernard. En dan is het alleen nog Fasher in een 1 tegen 3. We hebben hem geweldige dingen zien doen. Maar kan die Venko ervan verhouden? Nee, dat kan die niet. En dan is het Venko. Wat de reality wint hier. De reality CSGO competitie is gewonnen door Venko.tt. De tweede toernooi ook op rij wat zij winnen. Zij komen van FOM, hebben ze ook gewonnen. En zij zetten die trant door en winnen ook hier de reality in Assen. Ja, en dan kunnen ze weer €1600 naar huis nemen en lekker in cash. En er zijn ook wat hardware prijzen bij van Cooler Master. Dat gesponsord wordt door Gaming Total. Wat de CSGO compo heeft verzorgd. En ja, Asterion... Ik ga toch wel naar huis met €800, dat is ook niet slecht. Dat is ook niet slecht. Maar voor de verdere analyse, wat daar precies gebeurde, wat er precies in deze game en de afwerking van deze stream eigenlijk zal gebeuren door René Liquid Motion Treur en Tiadric Tolder God Toldersma. Wij zullen er vandoor zijn. Het is, voor ons zit het evenement erop. Dit was de reality CSGO. Mijn naam is Jere Dins van den Berg. Dit is Rick, Riks Vervoort. En we hopen dat jullie ervan genoten hebben, net zoveel als wij. En we zien jullie weer op het volgende toernooi op de stream.